uitleggen wat we doen? Wij doen calabas. Calabas, ja. En het zijn in verschillende vormen. Ovalen met langwerpige uiteinden. Je kunt er erotiek van maken. Je kunt het ook omgekeerd doen. Bij het brede kant wat ovaal is. Een pikkie maken die wat breder is. Plaats dat die stengeltje er veel smaller afloopt. Kun je ook doen, dan heb je een dikkere, een bredere knobbel. Mm-hmm. En dat heet een stok of zo. Ja, zou kunnen. Er zit een gaatje altijd in. Een velletje eroverheen. En dat is erotiek. En we hebben ook paddenstoelen gemaakt. Mm-hmm. Van een pompoen. Van een pompoen. The things on the wall. Actually, it would be nice to have the first piece that we made, but it's still packed. There was a shelf that I made. And then, because I can't really paint, but Rudy is really good at it, he usually does the painting. And it's really every day different, depending on our mood, what we want to do. Sometimes we feel like writing. Sometimes we feel like going to the market and finding things that inspire us. Sometimes we look through books to get some inspiration. Toch? With Greek art or Egyptian art. And so usually I prepare forms, and then we sit together and talk about what sort of subjects we want to work on that day. Yeah. And then Rudy paints, and then later on I make them wearable. So I would make these braids, or find a necklace that goes with it, or a pin bag, or these things. And in summer I found really a lot of these pumpkins in Austria. And they're always really good shapes. So this is how we started. I have been there for 2 months. And so when I came back, this is how we started this new season, because we kind of finished the year and then we had this exhibition. So that's kind of done in the bigger context of this outsider wear. And now we just, because we really like working together, we just continue. Yeah. Because the project is actually over. But it's been really, really inspiring, and there's so much to learn from Rudy. So I really want to continue working together. And you too, right? Yeah. I will do it. Yeah. So that's how we just continue. Und meestal gaan we toch uiteindelijk sieraden maken. Ja, ik heb een Grieks mannetje gemaakt met zo'n Griekse helm. Mm-hmm. En die is blauw, wit, zwart. Mm-hmm. En ik heb borsten gemaakt met een slee erop. Mm-hmm. En al dit soort dingen nog meer. Mm-hmm. We hebben best veel gewerkt, want we hebben al 1 jaar samengewerkt. We hebben wel veel meegemaakt. Mm-hmm. We hebben een jaar of langer na ons samengewerkt. Hoe we beginnen. In het begin gingen we tekening maken. Mm-hmm. En toen kwam er iets uit de bus, uit de pas. En dat hebben we toen gemaakt. Ik heb het nou niet bij me. Het is een kunstwerk geworden die een sieraad van gemaakt is geworden. Mm-hmm. Kun je kopen. Ik heb, dat is geen haar, het is plastic touw. Touw, oké. Je kunt het ook smelten ook aan het uiteinde. Mm. En dan moet je het een beetje fijn maken, zo dan krijg je een bobbeltje. Hm. Ja, zo moet je nou beroemd, hè. En
En het gaat over de hele status in. Quo, bijvoorbeeld. En het gaat... Quo is met een Q, hè? Ja. Alle gruwels zijn niet te vergeten, hoor. Maar je ketting is toch haar of niet? Is het ook taal? Ja. Die ketting is van haar? Ik heb ik zelf gemaakt, ja. Door klittenband? Mm-hmm. Ja, klittenband is een materiaal dat... heel handig is te gebruiken. Ja. Dat is een slimme keuze. Ja, is ook van deze tijd. Materiaal. Is van deze tijd. Net zoals wit, sluiting. Ja. Is ook van dit deze tijd. Ja. Drukken zie je ook niet vaak meer. Het wordt minder geworden, drukkers. Maar klittenband is heel erg in en wit sluiting. Well, it's a really... I think from Rudy I really learned to just... go for things that you enjoy, and I've always loved hair, and you know I have a lack of it myself, so I thought maybe it's nice. Yeah, it was already when I was a child I would always use my sister as a sort of doll to braid her hair and all these things, and then yeah, there's really good colors in these artificial hairs, and I thought it was a nice addition to have that in there. Ja, we hadden een tentoonstelling, dat was best mooi. Veel tentoonstellingen hebben we gedaan, ja. In het centrum van Amsterdam, bij Vriend van Bavink, hadden we een tentoonstelling, toch? Ja. En daar hebben we best veel moeten voorbereiden. Ja. En jij heeft een hele grote schilderij gemaakt op de muur en iets geschreven. Weet je nog wat je geschreven had? Twee mannen die van elkaar houden, een hondenbord... Die aan elkaar vastzitten, likken had je er ook van kunnen maken. Ja, Tom's veranderen die tekst een beetje, toch? Ja. Het was best groot geschreven, maar ook zeer mooi. Ja. Is het naar Amerika ook toegegaan? Nog niet. Maar dat komt misschien ooit. Ja. Maar ze zal het zeker ook leuk vinden, ons werk daar. Ja, maar ze zeggen niks. Nou, ze hebben het nog niet gezien. Nee. Ik heb altijd kunst gedaan, ja. Toen je nog jong was? Toen ik nog jong was, had ik mijn oma getekend. Oh, een portret? Ja, ze heette Catharina Zwart. Mm-hmm. Van mijn moeders kant. En hoe vond ze dat? Ze komt uit Italië. Italiaan. En Nederlands. En die heb ik nagetekend, heel precies mogelijk toen. Mm-hmm. Zo is dat begonnen waarschijnlijk. Mm-hmm. En dat is doorgegaan. En toen heb ik op school de hele al getekend. Op de winkelschool. Op de Nassaukade 12, die is er niet meer. En toen heb ik, alle planeten bij elkaar getekend met kleurpotloden, pas met stiften. En dat is bekend geraakt, die twee tekeningen. Ik denk dat het zo is gegaan, want zo is het begonnen. Mm-hmm. En toen ben ik kunstenaar geworden. Mm-hmm. So and then yeah, but then you also made this series of two-dimensional. So you found some forms that are repeating. Yeah. And then I'm really happy about that too, because then it becomes really a collaboration, and not so much you do this and not so separated, but everything starts to merge more. I would find maybe more inspiration from the work we sort of did together. So the shapes became more clear and. You know, there's always a tendency towards a little bit of eroticism, which we both really enjoy, but not necessarily all the time. Ik wil graag contact weer hebben met
met Alexander of Maxima om te kunnen om een kunstwerk te laten bezichtigen en eentje te verkopen. Aan de koning. Aan de koning. Oh ja. Zou dat zo'n ketting mooi staan bij Maxima? Ja. Heb je dan een bepaalde model die, ja, die voor haar zal zijn? Ja, dat heb ik al in gedachten, ja. Welke dan? Die Griekse. Oh. Ja, die ik als eerste opnoemde met die helm. Mm-hmm. Ja, voor Maxima. Ja. Blauw-wit. Blauw-wit, zwart. Mm-hmm. En voor Alexander heb ik er eentje met een vleermuis. Oh, hoezo? Hoezo die keuze? Lijkt hij een beetje op een vleermuisje? Nee. Nee? Maar dat staat gewoon goed bij hem? Ja, ga ik maken nog. Oh, kan expres voor hem? Ja. Mm-hmm. En ik weet niet hoe oud Alexander is nu momenteel, maar als ik het, ik onthoud het niet allemaal, maar ik heb interesse ook over hun kunstwerk. Ik zou het ook wel eens willen bezichtigen, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Wil je misschien voorlezen wat je vanochtend heeft geschreven? Ja. Want we hadden het over verliefd zijn, hoe dat voelt. Ja. Deze tekst? Deze tekst. Verliefd zijn is hart kloppen en toen beven. Knipoog kief. Dit is de bekenning. Wat happened bij mij? Ja. Wil je een knipoog in de camera maken? Goed. Goed gedaan. Ik heb kunst van de toekomst, ja. De kunstwerken zitten. Nou, het wordt een rommeltje hoor. Want alle kunstwerken komt dan bij elkaar. Het wordt een rommel. Want dan is het niet de ene of de ander, maar dan is alles bij elkaar. Dat denk ik dat het gaat worden in de toekomst. Mm-hmm. Wat ik allemaal gemaakt heb. Yeah. Een hele hoop werk. Dus een hele hoop werk gaat dan. Maar dat is de toekomst. Maar dat duurt nog een hele tijd.